Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. En in deze video gaan we kijken naar de overeenkomsten en de verschillen tussen VWRL en VWCE. De meeste beleggers zullen VWRL wel kennen. Het bekende uh, beleggingsfonds, uh, de ETF van Vanguard. Een van de meest populaire fondsen in Nederland bij de Giro. Maar er is nu dus ook VWCE en die kan mogelijk interessant zijn voor jou. Is een beetje afhankelijk van waar je woont dus welke belastingen je te maken hebt, een beetje afhankelijk van welke voorkeuren je hebt uh, voor dividend, maar ook wel afhankelijk van welk type account je hebt bij de Giro. Nou, hoe dat precies zit, dat leg ik uit in deze video. Laten we snel beginnen. En dan beginnen we deze video even met de vraag van wat is VWRL. Nou, even nog kort een samenvatting, zoals zegt de meeste van jullie zullen het wel kennen, maar VWRL is dus een ETF van Vanguard. Um, deze is heel erg populair in Nederland, heel erg uh, ja, veel gebruikt. Het is een heel erg groot fonds met meer dan 10 miljard zit erin. De kosten zijn 0,22% per jaar, dus dat is best wel laag. Terwijl als je gaat kijken naar de performance, dan hebben we best wel goede resultaten. Als we hem even jaarlijks gaan kijken, kijken we vorig jaar bijvoorbeeld uh, even kijken, ongeveer ja, 16%, het jaar daarvoor 26%, 2018 wat minder. Maar over de lange tijd, als we gaan kijken, even kijken waar we dat zien. Uh, de laatste tien jaar komt het uit op iets meer dan 9% per jaar. Dus uh, ja, het VWRL bestaat er niet zo lang, maar zo lang zou het zijn met de index. Uh, sinds de oprichting van VWRL komt het gemiddeld uit op 12%. Dus wat we zien is dat het is een goed rendement het zijn lage kosten en het is een brede spreiding. Want als we dat gaan bekijken, dan moeten wij portfolio-data zijn. Dan zien we dat we meer dan 3500 aandelen in deze ETF hebben zitten. En die zijn ook heel erg verspreid over de wereld. 60% in Amerika, 17% in Europa, 12% in de Pacific, 11% in emerging markets. Dus je ziet wel, je hebt ook te maken met heel veel spreiding. En juist daarom is het zo interessant. Uh, juist, ja, eigenlijk voor beginners, maar ook voor iedereen die gewoon op de lange termijn vermogen op wil bouwen, is VWRL gewoon heel erg interessant. Maar wat is dan het verschil tussen VWRL en VWCE? Dan nou gaan we weer kijken op de website van Vanguard. Dan zien we eigenlijk hier het verschil en hier heet hij nog VWRA in plaats van VWRL. Uh, maar dit is eigenlijk gewoon de VWCE. Dat kunnen we hier linksonder ook zien op de beurzen waar die genoteerd staat. Kijk, op de London Stock Exchange, daar heet die VWRA. Terwijl we kijken op de Duitse beurs of de Italiaanse beurs, daar heet die juist weer VWCE. En juist omdat de Giro hem aanbiedt via de Duitse beurs, hebben we het dus over VWCE. En eigenlijk is een beetje alles hetzelfde als dat we straks zagen. We zien dezelfde kosten van 0,22%. Ook hier zit 10,7 miljard in. De performance is hetzelfde, want het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Um, Hetzelfde fonds, alleen hier is het dan iets korter dat het beschikbaar is. En ook bij portfolio data, we hebben hetzelfde aantal bedrijven. Dus dat is allemaal hetzelfde als bij VWRL. Maar het enige verschil, dat is het juist wat er gebeurt met het dividend. En ik moet heel even kijken waar dat hier staat. Maar het komt erop neer dat, juist bij VWRL het dividend wordt uitgekeerd. Terwijl bij VWRA of VWCE, zoals we het eigenlijk noemen in dit geval, juist het dividend automatisch wordt herbelegd. En dat kunnen we misschien hier wel zien bij de distributions. Want daar zou normaal, uh, ja zie je, uh, we hebben hier geen distribution, oftewel geen uitkering van het dividend, omdat er dus sprake is van automatische herinvestering van het dividend in de ETF weer zelf. Maar waarom dan beleggen via de Giro? Nou, ik kies voor de Giro voor eigenlijk de aankoop van al mijn aandelen, van al mijn ETF's. Uh, juist omdat het zo'n aantrekkelijke tarieven zijn. Uh, dat het maakt het voor beginners heel erg interessant. Maar ook als je laterand meer vermogen hebt, vind ik het nog steeds interessant. Het zijn gewoon lage tarieven. En het is gewoon een prima platform om mee te werken. Maar als we bij tarieven gaan kijken en vervolgens bij gratis ETF's. Dat is juist de reden waarom VWRL zo populair is en nu dus ook VWCE, omdat die deel uitmaken van wat zij noemen de Giro-kernselectie. Dat zijn de populairste ETF's voor 0 euro. Dat betekent beleg wereldwijd zonder transactiekosten in onze ETF-kernselectie. Dit is een selectie van 200 ETF's die hier dus in zitten, die pas nog geüpdate is. Onder andere VWRL is een van de meest verhandelde ETF's binnen de kernselectie, maar nu sinds kort is ook VWCE en die kunnen we hier onderaan deze pagina, daar kunnen we gaan zoeken. Dus als we daar zoeken op Vanguard, dan zul je zien dat er best wel wat resultaten zijn. De bovenste Vanguard uh, FTSE AW, wat staat voor All World, dat is de VWRL die wij kennen, die wordt verhandeld op de Euronext in Amsterdam. Zoals gezegd 0,22%. Maar als we helemaal naar onder gaan, dan zien we ook de Vanguard FTSE All World Accumulating. Oftewel degene die we net hebben besproken, die dus VWRA of VWCE wordt genoemd. En deze wordt juist verhandeld op de C-trap, de Duitse beurs. En zoals we ook hier zien, hier is het ook 0,22%. Maar beide van deze ETF's vallen dus in de kernselectie. En dat maakt het zo interessant, omdat je dus juist uit de kernselectie. Iedere maand deze ETF's uh, zonder kosten eigenlijk kunt kopen. Nou, heb je nou nog geen account bij de Giro, maar wil je wel beginnen met beleggen? Je kunt gebruik maken van de link onder deze video om gratis een account te openen. En daarmee help je trouwens ook nog eens het kanaal. Dus dat zou ik erg waarderen. Maar moet je nu beleggen in VWRL of in VWCE? Want we hebben nu gezien wat de overeenkomsten zijn, waar het verschil zit. Maar waar je eigenlijk voor moet kiezen is een beetje afhankelijk, of is sowieso afhankelijk van drie factoren. Ten eerste is dat afhankelijk van waar je woont. Want ieder land heeft namelijk andere belastingwetten. Als we kijken naar Nederland, daar hebben we een, een dividendbelasting van 15%. Maar deze kunnen we juist weer terugvragen wanneer we aangifte inkomstenbelasting doen. In ieder geval voor het gedeelte van de uh, dividendbelasting die we hebben betaald over Nederlandse aandelen. Andere landen hebben juist weer andere wetgeving, andere belastingwetten. Dus het kan juist per land heel verschillend zijn welke het meest aantrekkelijke is. Kijk bijvoorbeeld naar België. Ook een, ja, een klein gedeelte van mijn kijkers komt uit België. België heeft juist weer een hogere dividendbelasting. Dus dan kan het juist weer, um, ja, die wordt juist gegeven wanneer dat dividend wordt uitgekeerd. Dus in dat geval is misschien VWCE dan juist weer interessanter voor België. Maar ook voor België uh, geldt sinds 2018. Dat er volgens mij over de eerste 640 euro aan dividend die je betaalt, juist eigenlijk weer een vrijstelling kunt krijgen. Dat je die kunt verrekenen. Net zoals we in Nederland dat kunnen doen met de inkomstenbelasting. Alleen heet het in België, geloof ik, personenbelasting. Dus dat is eigenlijk het eerste verschil. Afhankelijk van waar je woont, kun je eigenlijk door belastingwetgeving een beetje gedwongen worden naar de ene of naar de andere. Of niet gedwongen worden. Het is gewoon interessanter om juist de ene te kiezen boven de andere. Kijken we naar de tweede manier waar eigenlijk een verschil is. En dat is afhankelijk van hoe jij tegen dividend aankijkt. Wat wil je met het dividend gaan doen? Wil je graag hebben dat het dividend wordt uitgekeerd? Zodat je het bijvoorbeeld in je account van de Giro weer als bedrag ziet staan wat je kunt investeren in een nieuw aandeel, in een ander aandeel. Dat je in ieder geval zelf de keuze hebt van waar je dat geld in gaat investeren. Nou, in dat geval, als je dividend gewoon op je rekening wilt ontvangen, dan is VWRL interessanter. Ben je nou iemand die denkt van: ik heb liever als ik dividend ontvang, stop ik het toch weer terug in hetzelfde aandeel? In dat geval is het natuurlijk interessanter om voor VWCE te kiezen, omdat je dan eigenlijk een handeling uit handen wordt genomen. Het dividend wordt automatisch voor jou alweer in deze ETF geherinvesteerd. Hoef jij niks te doen? Ja, zeker wanneer je het dus voor hetzelfde aandeel kiest. Scheelt dat werk? Is dat interessanter? Want dat is natuurlijk wel hetgene bij VWRL als het wordt uitbetaald. Moet jij wel weer zelf iets doen om vervolgens ergens anders in te investeren? Dus ook afhankelijk van hoe jij tegen dividend aankijkt, zou je kunnen kijken: van VWRL is interessanter als ik het geld ergens anders wil investeren, of misschien wel juist wil gebruiken om van te leven. Kies je ervoor om juist het dividend wat wordt uitgekeerd toch eigenlijk te investeren? In hetzelfde aandeel weer, dan is juist VWCE de interessante optie. En het derde punt dat een rol kan spelen bij die beslissing maken, is het type account dat je hebt bij de Giro. De Giro biedt namelijk twee type accounts aan. Ik heb er al eerder een video over gemaakt, zal hem hier even linken, maar kort komt erop neer, je hebt het basic account, die heeft wat meer opties, dat is zeg maar de basisversie, uh, voor de meeste mensen het meest aantrekkelijk. Daar kunnen je aandelen worden uitgeleend. Uh, je hebt ook nog het custody account, daar heb je wat ja, minder uh, opties juist wat beperkter ben je voor wat meer zekerheid en dat houdt ook in dat je aandelen niet worden uitgeleend nou, als extra kosten om die ja dat je normaal kan de giro verdienen als je jouw aandelen uitlenen. dan wil je natuurlijk ergens op goed maken en dus is er als er dividend wordt uitgekeerd en je hebt een custody account, dan pakken ze een klein percentage van het dividend juist om die kosten weer te dekken. En nou had Mr. Fop een mooi overzicht op zijn blog staan, want daar zien we bij VWRL dat je met een basic account goedkoper uit bent als je met uh, 10.000 euro belegt, want dat is het uh, waar hij mee heeft gerekend in dit voorbeeld. En bij VWCE is er eigenlijk geen verschil tussen basic of custody. Dus het is een beetje afhankelijk van welk type account je hebt. Kun je hier in ieder geval alle kosten zien. Er zijn eigenlijk twee dingen die opvallen. Ten eerste de aansluitkosten bij VWCE. Omdat dit aandeel zoals we zagen op de CETRA, op de Duitse beurs genoteerd staat. Heb je te maken met beurskosten. Dus um, ja, de Duitse beurs, heb je er nog geen aandelen, dan kost dat 2,50 per jaar om daar aandelen te hebben. En we zien ook een verschil bij valutakosten bij VWRL. Want dit aandeel is dan wel op de Amsterdamse beurs in euro's. Maar het dividend wordt uitgekeerd in dollars. Dus op het moment dat het wordt uitgekeerd wordt het dividend, moet dan nog ja, geconverteerd worden, andere valuta, en daar zijn kleine kosten mee gemoeid. En de verschillen zijn gewoon heel erg klein, en het gaat ook om hele kleine percentages, het is allemaal 0, of 0,0 zoveel procent. Maar het is wel belangrijk om ze in ieder geval te benoemen, want ik weet natuurlijk niet met hoeveel vermogen jij belegt, Beleg je met een klein vermogen, dan zijn die percentages sowieso niet interessant. Maar naarmate je op lange termijn met meer vermogen gaat beleggen, zijn er ook natuurlijk kleine percentages van invloed. Dus kort samengevat is dit hoe ik denk over beide van deze opties. Kijken we naar VWRL, dan is die vooral interessant als je een basic account hebt. Als je het aantal beurzen waarop je actief bent, als je dat beperkt wilt houden. En als je je dividend graag wilt laten uitbetalen, zodat je zelf kunt kiezen wat je met dat dividend gaat doen. Je kunt juist kiezen voor VWCE of VWRA als je juist dat dividend toch weer gaat investeren in, hetzelfde, in dezelfde ETF, want dan wordt het al voor jou gedaan. Waarschijnlijk dus interessanter als je bijvoorbeeld in België woont, omdat daar het dividend anders een hoger belast wordt. En natuurlijk als je al aandelen hebt op de CETRA beurs, die kosten zou je dan toch al betalen. Dus om dit aandeel daar ook aan te houden, levert je geen extra kosten op. Zelf heb ik VWRL, dat komt omdat ik het al een paar jaar heb gekocht. Toen zat alleen nog VWRL in de kernselectie. En omdat ik ook een basic account heb, lijkt me dat gewoon het meest interessante. Um, het is natuurlijk wel zo, je betaalt een klein beetje valutakosten over het dividend. Maar die zijn in ieder geval nog lager dan wanneer ik zou kiezen voor de aansluitkosten op de Duitse beurs. Dus ik heb mijn VWRL al en ik zie daarom geen reden om in ieder geval over te stappen. Maar zoals gezegd, het gaat om kleine percentages, het gaat om kleine verschillen. En dit is in ieder geval mijn situatie en hoe ik erover denk. Ik ben ook erg benieuwd. Hoe jij daar tegenaan kijkt en welke jij juist hebt gekozen. Of misschien moet je nog kiezen waar gaat jouw voorkunner uit. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Want op die manier kunnen we allemaal van elkaar leren. En daarmee zijn we aan het einde komen van deze video. Wil ik jou weer bedanken. Vond je het een leuke interessante video geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je geen video meer missen maar bijna niet geabonneerd op het kanaal. Klik dan op abonneren onder deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken en dan hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.